Yo guys, welkom terug bij another episode van The Next Podcast. The fat boys break up, now every day I wake up, somebody got a problem with hope. What's up, y'all need to get all fed up, cause I got a little cheddar and my record's moving out the store. En natuurlijk jullie favoriete host, Anis en ik. En vandaag hebben we iemand heel speciaal. Ik kan hem wel gewoon een legend noemen. Iemand die heel belangrijk is voor de community, voor Zuidoost. Nou, eigenlijk mag je jezelf wel gewoon voorstellen, misschien met heel veel passie, heel veel kracht, niet gewoon, ja, ik ben. Ja. ik doe dit, maar gewoon. Vertel ons, wie bent u? Wie bent u? Bro, Angelo Bromet, in eerste instantie gewoon vader. Ondernemer sinds mijn 19e. Ooit oprichter geweest van What's Street Basketball. Internationale tours gedaan met artiesten onder de naam Dutch Soil. In Amsterdam Zuidoost verantwoordelijk geweest voor het jongerencultuurhuis No Limit. Heesterveld. En ja, gewoon een persoon die altijd probeert om te kijken hoe die middels zijn kunnen en kennis mensen een stap verder kan brengen. Vooral gefocust op jongeren. Met een enorme passie voor hiphop. Sterk. Komt gelijk sterk. Ja, wel of zo, man. Ja, man. Je wilde dit horen. Dit ben ik. Hoe is deze journey begonnen? Ja. Als in, op een gegeven moment komt u op een pad dat u zegt van, hey, yo, ik wil hierop gaan focussen. Hoe is die journey begonnen? Wow. Eigenlijk, kijk, ik heb mijn hele jeugd heb ik gehongbald. Dus sport was altijd mijn focus. Mm-hmm. Met als doel om in het Nederlands team te komen. Ja. En dat gelukt? Ik heb de trainingen gehaald van de Nederlandse selectie. Maar toen kreeg ik een spierafwijking al daarvoor. Mm. En toevallig bij een Amerikaanse legerbasis waar ik een toernooi speelde, waar ook de mensen van het Nederlands team aanwezig waren, kreeg ik een verkramping van mijn spier in mijn nek. Mm. En ik ben nooit daarvan hersteld. Dus eigenlijk heb ik wel kamp gehaald. Maar ze hebben gezegd van ja, weet je, het is niet verstandig om te spelen. Dus ik heb niets meer dan die kamp eigenlijk behaald. Ja. Wel heel lang naartoe gewerkt. En eigenlijk daarna nog een tijdje doorgespeeld. En in die periode daarna ben ik er vooral achter gekomen dat ik het even tof vind om mensen te helpen om hun dromen te realiseren. Wel even een soort van dip terecht geraakt. Omdat ik natuurlijk, ja, ik wilde dat bereiken. Ik was daar al vanaf mijn 5e, was ik al bezig met honkbal. Vanaf mijn 11e werd ik soort van eindelijk goed, weet je toch? En op mijn 15e was het over. Maar toen ik uit die dip kwam, ben ik eigenlijk veel meer van mijn energie gaan steken in het zichtbaar maken van mensen die ik tof vond, het ondersteunen van mensen. En zo is het een beetje begonnen. En het was eerst in een winkel en daarna ook in andere dingen. Hoe was je uit die dip gekomen? Want ik kan me voorstellen als je hard gewerkt hebt, gewoon als jonging, hard gewerkt hebt om een bepaald doel te behalen. En dan komt er iets waar je niks tegen kan doen. Ja. Dat je dan wel in de dip raakt. Maar hoe kom je daaruit? Hoe ben jij daaruit gekomen? Ik ben me gewoon gaan richten op een gegeven moment op school. Ik woonde heel vroeg op mezelf, dus ik had een soort van verantwoordelijkheden. Dus ik ben meer uit die dip geraakt doordat ik gewoon andere verantwoordelijkheden had die ik moest oppakken. Ja. Dat ben ik gaan doen. Ik ben toen vanuit school, moest ik stage lopen, maar ik wilde niet. Heb ik een soort van stagebedrijf verzonnen. Oh. En eigenlijk dat is dat maken. Mijn eerste stap richting ondernemerschap geweest. Want ineens moest ik dat ding wat ik verzonnen had, was ik vergeten dat ze ook kwamen checken. Ja. En toen moest ik het echt op gaan starten om wel mijn school te kunnen halen. En vanaf dat punt ben ik eigenlijk soort van in het ondernemen gerold en had ik een nieuwe passie gevonden. En wat had je verzonnen op dat moment? Een groothandel in lingerie. Oh, oké. Okay. niet iets makkelijks. Ik dacht van oké, daar kan je makkelijk even op zetten. Ja, en toen ben ik in de zeg, achterruimte van de kapperszaak van mijn ex-vrouw haar oom, ben ik... heb ik een soort van office ding opgezet. Semi waar, semi niet waar. maar om niet in de problemen te raken, ben ik me toch ook echt gaan verdiepen. En het soort van toevallig in die periode was er ook nog een beurs. Ik ben naar die beurs gegaan, ik heb spullen ingekocht. Zodat er dozen waren met spullen en allemaal van dat soort dingen. En op een gegeven moment was stage afgelopen. En toen dacht ik, ja, ik heb al die spullen gekocht, wat nu?
Weet toch, ik moet er ook wel wat mee, want ik moet ze betalen nog voor een deel. Ik kon een deel vooraf betalen, een deel kon je achteraf betalen. En zo ben ik eigenlijk een beetje gaan proberen om het te verkopen op allerlei verschillende manieren. En zo ben ik gerold in, kwam ik bij een winkel terecht waar ik roosjes kocht voor mensen die setjes bij me kochten. En naast die winkel was de winkel van ondergoed van Frank Rijkaard. Toen heb ik me daar aangemeld als manager. En toen op een gegeven moment, na een half jaar, heb ik die winkel overgenomen. Even kijken, ik was 18 toen ik klaar was met school. 19 toen ik die winkel overnam. Als manager? Nee, dus ik was 18 toen ik ging werken als manager daar. En ik was 19 toen ik die winkel overkocht. Je hebt die winkel overgekocht? Ja. Op 19? Ja. Ja. Is niet erg. Rustig. Ja. Waren andere tijden. Die winkel kost er niet zo veel. Waren andere tijden. Nu heel proces. Oké. Interessant. Ja. En hoe lang heb je die winkel dan... Want je hebt die winkel overgekocht? Ja, ik heb die winkel overgekocht. Ik heb hem... Even kijken. Toen heb ik daarna nog een winkel geopend. Bij de Albert Kuiper in de buurt. En toen op een gegeven moment ging het fout. Hebben ze ingebroken, had ik heel veel verloren. En toen was ik weer terug bij nul. En ik heb toen winkels gehad, nog twee andere daarna. En dit waren allemaal lingerie ondergoed? Verschillende? De eerste twee waren... De eerste was een ondergoedzaak van Frank Rijkaard met alleen maar gewoon sportondergoed. De tweede was ondergoed en kleding. Daar is ze ingebroken. Toen heb ik de eerste had ik al iets eerder gestopt. Die tweede was ik mee doorgegaan. En toen heb ik in de tussentijd nog een sample store gehad. Met allemaal samples van allerlei Italiaanse merken. Toen heb ik een winkel opgestart voor iemand anders. En toen werd ik vader en toen ben ik gestopt. Nog een café ook nog gehad. Ja. Zeg het tussen mijn 19e en mijn 23e. Heb ik al die dingen gedaan en toen werd ik vader. En toen dacht ik van, bro, ik ben nooit thuis. Dus het moet anders. Ja. 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 En als je kijkt naar, een beetje off track, maar als je kijkt naar toen de tijd, toen je al deze winkels had opgestart. Ja. Wat is nu het grootste verschil van toen en nu, zeg maar? Want ik denk niet dat het nu zo makkelijk is om voor de 18-jarige gewoon, om tussen 18 en 23. Zoveel winkels. Of is het wel? Ik denk het wel, man. Ik denk het wel. Kijk, het is niet moeilijk om het te beginnen. Het is gewoon moeilijk om het te maintainen. Ja. En ik heb het wel opgestart, maar ik heb het ook niet kunnen maintainen. Ik heb dat gedaan tussen mijn 19e en mijn 23e. Mm. Toch? En het was super tof. Maar ook behoorlijk wat ups en downs. Weet je? Gewoon zoveel kennis die je opdoet terwijl je het aan het doen bent. Maar ik was gewoon een persoon die, als ik een idee had, wilde ik het doen. En dat heeft voordelen en dat heeft nadelen. En financieel heeft het heel veel nadelen gehad, maar ook voordelen. Ik heb mooie tijden gehad, weet je. Ik heb mooie dingen gedaan. Ja, maar ik denk dat het nog steeds zal kunnen. Kijk, die jongens van TNO zijn ook jong. Weet je toch? Jongens van Smip zijn ook jong. Ik denk wel dat het kan, maar ik denk gewoon dat... Misschien mijn onwetendheid zorgde ervoor dat ik minder angst had. Mm. En het gewoon deed. En ik denk dat nu mensen veel meer geïnformeerd zijn, maar breed geïnformeerd. Dus je weet een beetje van alles. Dus misschien creëert dat eerder angsten. Ja. Ik weet het niet. Als je bang bent dat je iets gaat starten, lijkt net, want je weet hoe snel het verkeerd kan gaan. Ja, je hoort gewoon zoveel verhalen. In die tijd was het gewoon, ik was een van de jongste ondernemers op de Nieuwe Dijk. Weet je? En ik was in een zijstraat van de Nieuwe Dijk. Dat was niet common of zo, maar het was haalbaar. Ik heb het gedaan, dus het kon. Ja. Ja. Als je gewoon borg kon betalen en je kan huur betalen, dan... Ik denk ook precies wat je zegt. Omdat we nu zoveel informatie van je weet van oké, als je dit gaat doen... Je moet zo dedicated zijn. Of dit zijn de risico's als het fout gaat, et cetera. En of al die verschillende opties. En ik denk, toen was het gewoon van... ik wil wel winkel starten. En dat je het gewoon gaat doen. En dan zie je
wow, wat gebeurt. Of er is weinig geks. Info. Dus, ja. dus je kan je niet anders dan gewoon doen. Als ik kijk naar in die tijd, mannen die fatbeats hadden, de mannen die patta hadden, weet of hebben, zijn ook gewoon begonnen. En ze hebben allemaal, denk ik, hun highs en lows gehad. Dat het een beetje erbij hoort. Je had to figure it out. Weet toch? Ja. En dat creëert ook gewoon hele mooie, leerzame momenten. Maar het is ook gewoon de reden waarom, als het niet goed gaat, het echt niet goed gaat. Omdat je gewoon niet die info om je heen hebt. Ja, precies. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb, achteraf gezien. Ja. Toen minder, toen ik erin zat. Maar achteraf gezien, ja. Want je leert er ook heel veel van, toch? Yo, als je ervan herstelt. Dan als je ervan herstelt. Ja, dan is het gewoon nice. Shit. Ja. True. Maar je hebt ook aan het begin, had je ook 3 andere projecten genoemd. Wanneer had je die gestart? Was dat ook tijdens die winkels of was het? Nee, na die winkels. Over die street basketball. Ja, na die winkels zat ik in een kapperszaak die ik runde van mijn oom. En ik zat met mijn neef en een ander oom van mij. Mm-hmm. En we waren gewoon praten over, weet je, gewoon wie zijn de dope mensen in de scene? En hoe kan het zijn dat je zo vaak de doopste personen niet ziet waar je ze had willen zien? Weet je, dus wie is de, als je een voetballer vraagt van, joh, wie is de beste voetballer? Kan het zijn dat hij iemand noemt die niemand kent? Mm-hmm. Omdat hij gewoon weet van, ja, maar die persoon had echt super veel skills, maar vanwege mentaliteit, lack of guidance of allerlei andere prikkelen heeft die persoon het niet gered. En ik had zoiets van, ja, maar die mensen wil ik juist wat meer zichtbaar maken, weet toch? En dit was net eigenlijk in de opmars van het hele woord urban en dat mensen die urban scene als één scene begonnen te zien, waarbij urban sports en urban muziek en urban fashion en allemaal onder die soort van paraplu naam was, waar heel veel mensen zoiets hadden van, ja, wat voor wack woord is dat? Ze gooien alles gewoon onder die urban. Ja, ja, maar dat was voor ons. Op een gegeven moment zei ik van, joh, maar waarom gaan wij niet dan wat meer focus leggen op die mensen die dope zijn? Zijn we een beetje gaan brainstormen. Daaruit kwam dus eerst de naam en dat was Watts. En Watts stond voor Word in the Street. En Word in the Street stond voor die persoon waar de straat over praat. Weet je, hoe gaan we die brengen naar de corporate world? En toen zijn we in gaan spelen op basketbal als eerste. Omdat een van ons drietjes was echt een soort van basketbalfanaat. En die waren zoiets van, ja, laten we dat als eerste nemen. And One was net uit. Mm. En toen zijn we een groep aan mensen in elkaar, weet je, bij elkaar gaan brengen. Die allemaal soort van handles hadden, skills hadden. En toen hebben we een tape gemaakt, een soort van promotietape, om te laten zien aan een organisatie die bezig was met heel veel basketbal-evenementen door het hele land, van dat ze met ons zouden moeten werken. Ja. Die tape was super wack. Als ik er zo op terugkijk, want het duurde super lang. We hebben het nog aan elkaar gemixt met een audio-mixer in plaats van een video-mixer. En uiteindelijk is het gelukt, alleen hij kwam zwart-wit uit in plaats van kleur. We weten nog steeds niet waarom. maar dat hebben we gestuurd op een VHS-tape naar die mensen. En die mensen hebben ons geconnect. En in ene stonden we met Henk Pietersen. Bekende basketballer uit die tijd. Stonden we op basketbaltoernooitjes op scholen. En toen hebben we dat opgepakt en zijn we eigenlijk binnen mijn netwerk gaan kijken welke disciplines we allemaal hadden. Dus basketbal, DJ's, MC's, dansers. En zijn voor al die disciplines zijn we mensen erbij gaan halen. En zijn we hetzelfde gaan doen voor al die disciplines. Dus wat we hebben gedaan voor basketbal, freestyle en voor streetball, hebben we ook gedaan voor breakers. Hebben we ook gedaan voor streetdancers in die tijd. We hebben het gedaan voor MC's, vooral Engelstalige MC's. We zijn gewoon die hele business case ervoor gaan bouwen. En zo hadden we meer dan 300 evenementen per jaar door het hele land. En door heel Europa. Dus dat kwam eigenlijk na die winkels. Dus toen was ik al vader. Okay. In die periode. En hoe kwam dat tot het einde? Zeg maar? Wow, dat was een beetje begonnen ergens in 99, 2000 zo. En het is geëindigd in 2008. 2007, 2008.
Vooral basketbal was, want dat was op een gegeven moment was dat het grootste ding wat we deden. En de persoon waarmee ik dat deed, hij en ik kwamen op een soort van crossroad terecht, waarbij hij een bepaalde visie had die ik niet deelde. En daaruit kwam een soort van discussie over geld, wat super zonde was. En ook een aantal jaar later, gelukkig weer een beetje rechtgetrokken, dat eigenlijk een misunderstanding was van zijn kant naar mij uit. En dat apprecieerde ik wel. Maar dat was wel de reden waarom het op een gegeven moment gewoon over was. Ik moet zeggen, voor mezelf was het ook een beetje... We waren heel lang in herhaling, man. Kijk, als je in een periode van 8 jaar tijd alle basketbal-events gedaan hebt die je maar kan bedenken. Van Nike Battleground tot NBA Challenge in Duitsland, in Frankrijk. Pick-up games. Evenementen op Museumplein. Heel veel freestyle show. Samenwerking met Michael Jordan. Samenwerking met Dirk Nowitzki. Op een gegeven moment ben ik wel iemand, als ik zie dat we zo lang hetzelfde doen, ga ik me wel afvragen wat we nog aan het doen zijn. Weet je? Het is gewoon, er moeten wel juices flowen om iets nieuws te creëren. Yeah. Dus ik had ook niet echt het idee dat het mijn guidance nog echt nodig had. Mm. Toch? Ik denk dat mijn kracht vooral zit om iets uit de klei te trekken. En enigszins misschien zichtbaar te maken, misschien enigszins nog een beetje te maintainen. Maar als het heel erg, als het herhaling wordt, ben ik heel slecht daarin. Ik moet wel vernieuwing zien, anders dan... Ik snap wat je bedoelt. Ben ik gewoon niet meer enthousiast. En ja. Ik denk dat dat ook een ding was waar we het vaak over hadden. En op een gegeven moment toen die breuk ontstond, had ik er ook vrede mee, man. En Dutch Soil, hebben we dat tussenin, hebben we dat opgestart. Dat was eigenlijk gewoon Watts. Maar het was... Je moet het een beetje zien als een soort promotieorganisatie naar Europa toe, om te laten zien op welk level Nederland is. Mm. En daarin wilde ik niet alleen maar mensen van Watts meenemen. Ik wilde ook andere mensen meenemen die niet bij Watts zaten. Maar ik merk dat voor sommige mensen het moeilijk was om dan Watts te representen, terwijl ze in Nederland niet Watts waren. Maar ze waren weer van een andere squad. Dus hadden we een soort van, zie het meer als een Nederlands teamachtige constructie bedacht. Dat heet Dutch Soil, Nederlandse bodem. En dan konden we gewoon de doopste van allerlei disciplines konden we bij elkaar brengen. Die in Nederland misschien niet onder diezelfde paraplu werkte, maar in het buitenland wel. En zo toerden we, man. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Noorwegen zijn overal geweest met dope MC's, dope DJ's. We hebben modeshows gedaan voor Karl Kanai, Crosscolor. Door heel Europa. Ja, met allerlei toffe mensen die gewoon super getalenteerd waren. Ja. En dat kon dan onder een noemer van Dutch Soil. Ja. Ja. En ik zie, uiteindelijk veel projecten gedaan. Van waar kwam, of misschien was dat altijd al zo, van waar kwam uiteindelijk meer de focus op Zuidoost als een community? Ah, Zuidoost was eigenlijk, ik was op een gegeven moment ook verhuisd. Ik ben naar West gegaan omdat de moeder van mijn kinderen bij haar oma ging wonen. En ik had zoiets van, joh, weet toch, was nog voordat we kinderen hadden. En ik dacht van, ik ga gewoon mee. Weet toch, Bims was voor mij ook soms dat cirkeltje lopen. Zelfde hoek, zelfde straat, koopavond. Weet toch, de bus pakken met gewoon rijden tot Eindhalte en weer terug met de bus. We deden gewoon altijd een beetje dezelfde dingen. Waren dezelfde guys, dezelfde hoek, dezelfde straat. We deden dezelfde dingen. Dus ik dacht van, ja, laat me gewoon een keer kijken wat West te bieden heeft. Vanuit West ben ik naar Noord gegaan. Daar zijn die kids geboren. En op een gegeven moment gingen ze die straat van ons slopen. Er werd opnieuw gebouwd. En toen had ik zoiets van, hey, laten we terug gaan naar de Bims, man. Ik wil gewoon weer terug naar Zuidoost. En het is wel dope dat ik al die dingen heb gedaan door heel Europa en door heel Nederland. Maar mijn eigen buurt, weet toch? Ik ben lang genoeg weg geweest, ik wil kijken wat daar gaande is. En zo heb ik mezelf gezegd van, ik ga alleen maar in de BIMS werken de komende periode. En dat was 2007. En ik ben nog steeds hier. Mm. Ja. Okay, en op een gegeven moment ging u veel dingen doen met jongeren ook.
was dat meteen eigenlijk vanaf dat punt dat je zei van ik ga nu gewoon alleen projecten in BIMS doen, maar met jongeren? Of? Ik deed altijd met jongeren. Was altijd, ja? Altijd mijn ding, man. Dus toen, de winkel, zeg, de eerste winkel was natuurlijk dat ding van Frank Rijkaard. Maar alles daarna waren ook gewoon merken van destijds jonge mensen die nieuwe merken hadden. Wij hebben Mazine naar Nederland gebracht. We hebben K1X naar Nederland gebracht. Ja. We hebben Bruno Banani naar Nederland gebracht. Wat altijd een ding van jonge brands, jonge mensen. Onder de aandacht brengen bij mensen hier. Het connecten van mensen. De straat brengen richting de corporate world. De corporate world veel meer laten zien wat er op straat gebeurt. Dat was altijd de focus. Dat doe ik al, denk het overgrote deel van mijn leven. Ja. En toen ik in Zuidoost kwam, wilde ik vooral me daarop focussen. Extra op focussen, omdat ik dacht van ja, weet je, is nodig, man. BIMS is super dope, maar het is... Soms zien ze ook gewoon niet in wat er nog meer out there is. En ik wilde gewoon mensen laten zien van, joh, er is nog meer out there. En voordat je je keus maakt omtrent wie je bent of wat het is dat je dope vindt, zorg ervoor dat je proeft, weet toch? Dat je even dat buffet langs loopt en van verschillende dingen proeft, zodat je zeker weet dat de keuze die je uiteindelijk maakt, één is die gebaseerd is op basis van een breder aanbod in plaats van een beperking. Ja. Want u heeft nu ook veel dingen gedaan. Hoe ziet u zelf dat de dingen die u doet helpt bij het verbeteren van de gemeenschap? Ziet u dat die dingen... Ja, dat is een beetje een gekke vraag, maar het effect ervan. Ziet u dat snel terug of ziet u dat later pas terug? Ik kan het wel zien, man. Kan het wel zien, ja, jawel. Dus wel van mij dat u gewoon grote impact heeft gemaakt met de projecten die u... Groot zou ik niet willen noemen, man. Het gaat mij niet om de scale. Want waar ik het groot noem, noemt de ander het klein. Ik ben content met de impact. Als ik kijk naar wat we hebben gedaan in de periode dat bijvoorbeeld No Limit er was, weet je toch? Iedereen die onderdeel is geweest van die era. Het overgrote deel zie ik nu op andere plekken terug. Weet je toch? Zie ik gewoon dope dingen doen, zie ik impact maken. Zie ik weet je, they're kind of living their dream. Dus dat vind ik super dope. Yeah. Als ik kijk naar Heesterveld, het staat er nog steeds. Het is ooit opgestart als een tijdelijk iets in 2009. Het is nu 2023, weet je toch? Het is er nog steeds. Ik kom heel veel mensen tegen. Ook vanuit die basketbaltijd nog steeds. Mensen die dingen doen die Waar ik in hun blueprint elementen terugzie van dingen die wij hebben opgestart. Ja. Vind het ook. Hoe moet dat dan zien? Want bijvoorbeeld wij als organisatie zorgen eigenlijk door het hele land heen. Zorgen voor guidance aan jongeren. We helpen jongeren met werkgelegenheid. Gewoon dat soort verschillende dingen. Moet ik dat vanuit u ook zien als guidance bij dingen die zij willen behalen? Of, ja. Het gaat me vooral om mensen laten zien what's out there. Ja. En ik denk dat zodra je mensen hun ogen opent voor meer, ben je ook enigszins verplicht naar die mensen om er ook te zijn als ze vragen hebben. Want je hebt ze, je hebt ze iets laten verlangen wat ze voorheen nog niet op hun verlangenlijstje hadden. En ik denk dat het moment dat je ze dus zover krijgt dat ze ervoor gaan, dan moet je er altijd wel zijn. Ik ben dagelijks in gesprek met jonge mensen die me appen, bellen, via Insta een berichtje sturen, met een vraag, of met een opmerking of met een wens. En ik probeer altijd te kijken van, weet je, wat binnen mijn vermogen ligt om ze een stap verder te helpen. Dat is het goed, als ik het goed begrijp, legt u ook vaak links tussen mensen of tussen jongeren eigenlijk en grote bedrijven voor hen te ontplooien. Vooral dat, man. Of jongeren onderling. Het gaat vooral om connecten. Ik denk dat het voornaamste is, weet je? Ik denk dat het verschil tussen privilege en being less privileged juist te maken heeft met een groot deel van netwerk. Uiteindelijk ook wel geld, maar geld valt makkelijker te genereren dan netwerk. Ja. Weet je toch? Geld kan je kan gewoon keihard werken bij een simpele job en gewoon stacken. Maar netwerk moet je echt op uitgaan. Je moet ook wel de mogelijkheid hebben. Wat houdt een netwerk precies in? Het beschikken over een groep mensen in je directe omgeving of indirecte omgeving. Waarmee je een verstandhouding hebt die ertoe leidt dat ze bereid zijn om ook dingen voor jou te realiseren. Weet toch? Dus dat iets wat voor een ander onmogelijk is, voor jou mogelijk is omdat ze je kennen.
dat je er minder woorden aan vuil hoeft te maken om dingen voor elkaar te krijgen dan een andere persoon. Maar ook kennis, dat kennis met je gedeeld wordt. Dat je niet verdwaalt in een soort van woestijn van informatie, maar dat iemand je de juiste richting opduwt en zegt van, joh, maar kijk hier, maar dit is die info. Ja, dat kan als je een netwerk hebt wat sterk is, kan het gewoon helpen. Als je een netwerk hebt wat niet sterk is, is nog steeds een netwerk, maar het kan je misschien niet verder helpen in je zoektocht. Je journey, hè? Ja. En op welke manier komt u in contact met deze jongeren dan? Komen ze naar jou toe? Heeft u via een bepaald traject of zo dat jongeren bij u komen? Ik ben wel benieuwd naar dat eigenlijk. Ik zou het ook niet weten, man. ik denk gewoon omdat ik het al jaren doe. De ene die komt bij me omdat ik hun ouders ken. De andere die komt bij me omdat het vrienden zijn van mijn kinderen. De andere komt bij me omdat ze over me gehoord hebben. De andere die kwam stage lopen en bleef hangen. Er zijn verschillende linkjes eigenlijk die naar u leiden. Ja. Ik probeer niet te veel te focussen op hoe of waarom. Ik zie gewoon die persoon staat er en let's go. Yeah. Weet toch? Ik ga niet een heel onderzoek doen van hoe ben je bij me gekomen. Vul deze survey in. Ja. Nee, weet je, ik is gewoon let's go. Ja. Ik hoor dat. Je hebt over veel verschillende succes, of ja, ik weet niet of je succesvolle projecten zijn, maar ik vind het wel succesvol. No Limit bijvoorbeeld. Heeft u meerdere projecten zoals dat? Waarvan u kan zeggen, ja man, dit is een project waarvan ik zeg, dit kan ik succesvol noemen. Want noemt dus No Limit succesvol? Ja, ik denk dat alles wat ik gedaan heb is wel succesvol, maar het is hoe define je succes? Ja. Van een financial aspect bekeken, is niet alles super succesvol, omdat niet alles heel veel geld heeft gegenereerd. Ik denk dat bijna alles wel enigszins zelfredzaam is geweest. Mm-hmm. Ik denk dat er ook wel dingen zijn waarbij we financieel verlies hebben geleden. Maar zelfs op de momenten dat we financieel verlies hebben geleden, hebben mensen vooruitgang geboekt. Yeah. Dus ja, weet je, voor mij is het succesvol in de zin van dat ik bereid ben en in staat ben om mensen te kunnen helpen. Dat die mensen er zijn, dat ze geholpen worden, dat we leren van elkaar. Dat er een netwerk ontstaat, een community van mensen die elkaar ook dingen gunnen. Dat er een filosofie is die altijd uitgedragen wordt. Dat mensen ook namens die filosofie verder werken in hun leven. Mm-hmm. Dus heb ik mijn doelen behaald die ik wil behalen? Ja. Had het financieel nog beter gekund? Ja. Is het daardoor niet succesvol? Nee. Ik hoor het. Ja. Het is hoe je er naar kijkt. Weet je, ja. Ik leef een beetje in mijn eigen realiteit. Dus voor mij is het van, weet je, zolang ik snap wat ik aan het doen ben, is het prima, man. Ja. En zijn er nu huidige projecten waar u echt mee bezig bent? Ja. We zijn bezig met een project genaamd Plus Plus One, waarin we samen met de reclamewereld kansen creëren voor 50 jongeren van kleur per jaar om te snappen wat die reclamewereld is, die creative marketing industry, wat het inhoudt. En kijken hoe we kansen voor ze kunnen realiseren daar. We hebben een eigen agency genaamd Amaru. Dat doe ik samen met Leroy Nimmel. En dat vind ik ook dope. Dat is ook een opleiding richting de reclamewereld, maar dan onder een reclame collectief, een soort samenwerkingsverband genaamd ACE. We doen nog steeds Avalosjes. Dat loopt ook nog steeds. We ondersteunen GoTo, dat loopt ook nog steeds. Met de Melkweg doen we een educatietraject. Dat doen we al sinds 2018. Dat loopt ook nog steeds. Als jij bijvoorbeeld op een nacht, de functies op een nacht of? Het kan achter de schermen zijn, maar het kan ook gewoon het opstellen van je eigen avond. GoTo komt uit dat project bijvoorbeeld. Oh, nice. Ja. Ja. Stabiel. Oh. Ja, dus we doen nog steeds heel veel toffe dingen. Ik doe dat samen met Charity Rijngoud. Maar we hebben ook een wat breder team. Sherelle Bedford zit erin. Gianni zit erin. Jair zit erin. Nisa, Hamza, Melissa. We hebben echt een heel, heel tof team van mensen die allemaal hun schouders eronder zetten. En er samen met ons voor zorgen dat het haalbaar is. Ja, we doen nog steeds toffe dingen, man. Zolang ik blijf ademen, zal ik toffe dingen doen. Ik hoor dat. Nice, man. En als ik het goed begrijp, hoef je eigenlijk niet eens per se te komen met dingen die al gedaan worden door jullie of waar jullie meer expertise in hebben. Je kan ook met iets compleets nieuw komen en dan kijken
of je verder geholpen kan worden. Ja, ik vind het juist dope als je met iets van jezelf komt. Ik denk dat het tofste is. En dan kunnen wij kijken hoe we het misschien kunnen integreren in wat wij doen. Zodat je de eerste meters kan maken. Of het heeft misschien genoeg om op zichzelf te kunnen staan. En we proberen gewoon te kijken waar we kunnen helpen. Of het nou gaat over een bedrijf wat je wilt opstarten. Of het gaat over je persoonlijke ontwikkeling. Yeah. Ik vind het altijd gewoon leuk om mee te kijken en mee te denken. Ik denk dat wat in de afgelopen jaren wel wat meer veranderd is dan vroeger. Is dat ik vroeger enorm de drager was van de vehicle. Toch? Ik was echt wel de persoon die zelf echt superveel aan deed om stappen vooruit te maken. En ik denk dat ik het in de afgelopen jaren iets meer ben gaan outsourcen binnen een team. Dat ik zelf wat minder betrokken ben bij de dagelijkse begeleiding van mensen. Maar meer incidentele begeleiding. En dat ik steeds meer bezig ben om ervoor te zorgen dat we voet aan wal krijgen binnen die verschillende industries waar we al een tijdje mee samenwerken. Om ook iets sustainable voor onszelf op te bouwen. Want anders dan wordt het zwaar, weet je. Nee, ik word ook wel een dagje ouder. En je ziet bij jongere mensen dat ze toch niet... Ze willen niet allemaal heel lang bij hetzelfde project blijven. Ze willen ook gewoon moven, weet je toch? En dat moet ook kunnen. Maar wanneer het moment dat je als organisatie groeit, wordt het steeds meer een bedrijf. En is het steeds meer afhankelijk, ook van het team wat je hebt opgebouwd. En die afhankelijkheid, dat is best wel voor mij wel een nieuwe, een enge fase. Dus wil je mensen ook langer vast kunnen houden, dan moet je gewoon echt een business op gaan stellen. En dan moet je mensen betalen. En dan moet het, weet je toch, moet er andere incentives komen voor mensen om te blijven, behalve alleen maar het doen van toffe dingen. Ja, ik hoor dat. Wat? Ga maar. Nou, wat was jouw vraag? Want ik wilde eigenlijk een hele andere richting opgaan. Een beetje gebaseerd op alles wat je net zei. Dus ik ben benieuwd gewoon wat jouw vraag eigenlijk. Ik zal meer weer op Zuidoost terugkomen. En eigenlijk... Oké, dat zit op één lijn. Ja? Maar mijn vraag eigenlijk is van, oké, we weten nu een beetje hoe jij het netwerk ziet, hoe jij je netwerk gebruikt, hoe jij een community in het ware opbouwt, zeg maar. Mijn vraag nu is, oké, als we naar Zuidoost kijken, wat is iets wat, ja, voor mij in mijn hoofd voelt alsof Zuidoost wat mist, zeg maar, qua ontwikkeling voor jongeren of de community. Maar ik kan niet precies mijn gedachten opzetten van, wat mist Zuidoost precies? Wat heeft Zuidoost nodig om die volgende stap te maken? Misschien is het een heel vaag vraag. Nee, het is een duidelijke vraag. Het is een ingewikkelde vraag. Ja. Ik denk dat het gelaagd is. Ik denk dat... kijk, Zuidoost is een multi-layered samenleving. Hè? Dus je hebt niet één type Zuidoostenaar. Ja. Je hebt die Zuidoostenaar die de stad opzoekt. Je hebt die Zuidoostenaar die alleen maar in Bims blijft. Je hebt die Zuidoostenaar die alleen in Bims blijft, maar ook alleen maar in zijn eigen culture blijft. Je hebt die persoon die de stad opzoekt om niet in Bims te willen blijven, weet je toch? Dus je hebt die stad bijna van, hey, ik vlug van hier. Ja, ja, ja. En je hebt die mensen die zo langzamerhand ook een negatieve nasmaak hebben omtrent hun eigen omgeving. Ja. Dus onder die doelgroep zelf denk ik dat er verschillende dingen nodig zijn, wil je stappen vooruit maken. Ik denk dat mensen, dat het wel tijd wordt dat sommige mensen uit die bubbel stappen. Welke bubbel? Die bubbel van alleen Zuidoost, alles Zuidoost. Weet toch, Bims, everything. Ik denk dat Zuidoost verandert, gewoon onder onze neus. En doordat we soms in die Bims everything mentaliteit zitten, houden we ons alleen maar bezig met ons stukje Bims. En vechten we voor ons stukje Bims zoals wij het kennen. En staat dat soms haaks op waar gewoon de realiteit ons aan het brengen is. Dus ik denk dat... Dus eigenlijk zeg je een beetje dat wij met die mentaliteit van, oh ja, Bims was altijd zo, dus Bims moet zo blijven, dat wij het misschien terughouden. Tegenhouden om vooruit. Je houdt het niet tegen, want die verandering gaat door, of jij nou wilt of niet. Maar je vecht voor een ideaal wat een thing of the past is. Weet je toch? Je vecht voor de romantiek.
maar je vecht niet voor de realiteit. Aan de andere kant denk ik dat Zuidoost gewoon guidance nodig heeft met visie. Weet je toch? Ik vind dat er leiderschap ontbreekt met visie. Ik vind dat mensen die Zuidoost verder moeten helpen, vaak zelf niet in hun zicht verder zijn. En dus onvoldoende kijken naar gelijkwaardige ontwikkelingen elders in het land of elders in de wereld, die kunnen leiden tot visie. Ik denk dat heel veel mensen, zeker op politiek niveau, strijden voor de dingen die niet zo lekker gaan en de mensen die daarbij horen en van vechten voor bepaalde mensen, maar tegelijkertijd niet equipped zijn om de realiteit die als een trein gaat te bevechten. Dus aan de ene kant vind ik staan ze erbij en kijken ze ernaar, en aan de andere kant beamen ze de frustratie en de irritatie van mensen, maar niemand guide naar wat de oplossing is. Er is gewoon leiderschap nodig om ons verder te brengen. En dat hoeven niet allemaal politieke leiders te zijn, maar jullie zijn ook leiders. Ja. Weet je toch? Er zijn genoeg mensen die ik als leider zou bestempelen, waarvan ik hoop dat zij ook met elkaar gaan praten om te kijken hoe ver hun visie van elkaar verwijderd is. En als daar enigszins een gemeenschappelijke visie is, dat je misschien samenkomt om te kijken van hoe brengen we die mensen verder. Kijk, de wereld is gaan individualiseren. Maar wat is precies een community of Zuidoost of mensen verder brengen? Wat houdt dat precies in? Kijk, eigenlijk? Mensen ogen openen voor wat er in Zuidoost gebeurt. Hoe dat zich verhoudt tot wat er in de stad gebeurt. Dat sommige gebeurtenissen in Zuidoost onvermijdelijk zijn. Omdat ze in de stad al gebeurd zijn en Zuidoost tot die stad behoort. Ja. Kijk, alsof je een olievlek hebt die alleen maar groter wordt. Weet toch? Maar wij zijn op ons eilandje, we zien het nog niet. Maar iemand die op helikopterview zit, ziet die vlek aankomen. Weet toch? Dus je moet mensen aware maken van, yo, het is daar al aan het gebeuren. Logischerwijs gaat het ook naar hier komen. Hoe gaan we ons verweren? Hoe gaan we dingen doen die ervoor zorgen dat het bij ons of niet komt, of dat wanneer het bij ons komt, dat we weten hoe we ermee om moeten gaan. Ja. Gewoon een heel simpel ding is bijvoorbeeld betaald parkeren. Overal in de stad is betaald parkeren echt gewoon freaking duur. Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord waren heel lang de stadsdelen waar er geen betaald parkeren was. Ja. Maar als je ziet dat het in de stad al zo duur wordt, is het onvermijdelijk dat het ook naar hier komt. Kan je blijven zeggen, nee, het moet hier niet komen, het moet hier niet komen. Oké, maar als je niet wilt dat het hier komt, hoe gaan we ermee om? Nu heb je straten waar het wel betaald parkeren is. Die straten zitten vaak dichtbij, bijvoorbeeld Arena, of dat soort plekken. Hoe komt het daar? Mensen gingen klagen van, ja, tijdens Ajax is het altijd vol bij ons. Kan niet eens je auto kwijt. Boom, blauwe zone. Ja, maar dat, boom, betaald parkeren. Nu is het in de ene wijk wel, in de andere wijk niet. Mensen van die ene wijk parkeren in die andere wijk. Bewoners van die wijk gaan klagen. Ja, die auto's zijn hier. Oh. Boom, betaald parkeren. Weet toch? Het is, sommige dingen zijn een logisch gevolg van ontwikkelingen die je kan zien gebeuren. Ja. En waarvan je dan moet denken, maar wacht even. Maar hoe gaan we er dan mee om? Ik ben een persoon die gewoon zoiets heeft van, luister, weet je, die golven gaan komen. Laten we gewoon leren om op die surfplank te staan. Weet je, dat we die golven kunnen masteren. Andere mensen zijn bezig om die golven tegen te houden. Dat is ook een vorm van leiderschap. Weet je toch? Dus dat doen zij. Ik heb zoiets van, oké, als het hun lukt, more power to them. Maar als het niet lukt, mijn team kan surfen, weet je toch? Mijn team kan die golven managen. En dus zo denk ik dat je op meerdere levels naar Zuidoost moet kijken. En kijken, waar is leiderschap? En waar ontbreekt het? Waar is iets in verhouding tot de stad on point? En waar leeft het nog in een bubbel? Ja. Dus er is niet één antwoord. Er zijn meerdere antwoorden juist. Maar leiderschap is denk ik in de kern van allemaal wel echt gewoon belangrijk. Leiderschap met kennis en visie. Ja. En nu, Anes, ga je van de spot zetten.
Wat denk jij wat onze rol is? Wat doen wij, denk je, qua leiderschap in onze community? Qua leiderschap in onze community? Ja, gewoon wat zijn wij nu gewoon in onze daily bezigheden mee bezig zijn? Als ik deze vraag moet beantwoorden, denk ik dat wat wij doen is... Wat ik denk tenminste, ik denk rolmodellen zijn. Dus eigenlijk op een manier laten zien hoe wij onszelf carryen, de dingen die wij doen. Gewoon een beetje laten zien aan de mensen die tussen aanhalingstekens naar ons opkijken of naar ons kijken. Gewoon de juiste info meegeven of zo. Ik weet niet of ik het zo goed heb verwoord, maar... Ja, ik vind altijd, rolmodel vind ik altijd een moeilijk ding, man. Ik vind het ook, daarom ook niet helemaal gebruiken. Ja, het is een moeilijk ding. Het is een moeilijk... Kijk, ik denk sowieso wat jullie doen is, jullie creëren een platform die ogen genereert. Ja. En je zorgt ervoor dat er naast jullie altijd iemand zit die info brengt naar een doelgroep die misschien niet altijd bij die persoon in de buurt zou kunnen komen. Ja. En dat is dope, weet je toch? Want dat is stap 1. Stap 1 is info. Wat ik moeilijk vind van een soort van rolmodelfunctie, is dat het bijna je uit je menselijkheid trekt. Want je gaat ook gewoon fouten kunnen maken. Ja, toch? Niet alles wat je doet is goed. Ja. Niet alles wat je doet pak goed uit. Ja. Je moet je ook gewoon een keer kunnen gedragen als iemand van jouw leeftijd die gewoon los gaat op een visa en zeker, super panja is. Ja, en toch. Totaal geen rolmodel vormwaardig is op dat moment. Weet je? Dus ik het woord rolmodel wordt voor mij soms te vaak politiek gebruikt. En dat maar ik vind persoonlijk dat ook wel meegaat in dat rolmodel gebeuren. Dan niet in de standaardwaarde van hoe rolmodel wordt gezien. Maar ik vind dat juist meer een rolmodel is, omdat hij het ook van de echte kant laat zien. Ja, maar mensen bestraffen dat snel. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar toen Boef ter sprake kwam in dat hele Keg-verhaal. Vonden mensen, want je bent een rolmodel. Bro, het is gewoon een guy that's trying to do him. Weet toch? Trying to do him for him. En omdat hij daarin enigszins een vorm van succes behaalt, ga je hem bestempelen als rolmodel en leg je in een verwachting bovenop hem die hij misschien niet wil dragen. Yeah. Weet toch? Of waar hij niet klaar voor is. Dus voor mij is het van, als jij jezelf als eentje ziet, is prima. Want dat betekent, you hold yourself to a higher standard. Maar als je jezelf niet als eentje ziet, is ook gewoon prima. Voor mij gaat het erom dat de wereld is flawed. Weet toch? Iedereen is flawed. Iedereen maakt fouten. That's not the issue. Het gaat erom dat iemand in staat is om zich heen de good, the bad en the ugly te zien en het zich te kunnen verhouden tot zichzelf. En dus jouw fouten kunnen mij ook helpen. Weet je toch? Jouw grote misstappen, jouw lelijke kanten kunnen mij ook helpen. En jouw goede kanten kunnen mij ook helpen. Maar als ik jou tot meer maak dan dat je werkelijk bent, en ik volg je in je goede kanten, en je maakt een keer een misstap, ik ben teleurgesteld in Anders, teleurgesteld in die man. Toch, waarom? Wat voor recht heb ik? Weet je, dus ik heb zoiets van om jonge mensen te snel te bestempelen tot een rolmodel, puur alleen maar omdat de politiek niet in staat is om contact te maken met die jongeren, en dus daarom zullen ze deze jongeren inzetten om het wel te doen, vind ik heel moeilijk. Ja. Ik denk dat you gotta live your life. En de tijdsgeest waarin we leven maakt het zichtbaar, want je post dingen. Maar we weten dat je ook natuurlijk een momentopname post. Je post niet alles. Dus we moeten er niet te zwaar aan tillen. Ja. Maar we mogen wel geïnspireerd raken. En ik denk dat zulke sessies als deze ervoor kunnen zorgen dat mensen niet alleen maar geïnspireerd raken, maar ook geïnformeerd raken. Ja, en die twee dingen zijn soms los van elkaar. Ja, toch? En dat is, denk ik, de stap die jullie nemen, waarvan ik denk van, ja man, dat is dope. Daarom ben ik hier ook, omdat ik het tof vind. Ja. En omdat ik hoop dat ik iets kan zeggen, wat kan toevoegen aan jullie missie, omdat jullie missie en mijn missie niet zo ver uit elkaar staan. Shit. Ja man. Ja man, ik hoor het. Ja, man. Het is lastig. Precies wat je zei, ook gewoon, dat dromen, dat alles wat hij zei is gewoon waar. Want het moment dat jij als persoon gewoon, you're just doing me, zeg maar, en opeens zegt iemand van, ja, je kan dat niet doen, je bent rolmodel voor de jeugd, et cetera. Dan heb je gelijk in je achterhoofd van, ik moet anders gaan bewegen nu, want mensen kijken naar me. Yes. Zo, toch? Je moet gewoon jezelf zijn. Je moet gewoon jezelf zijn en mensen pakken dan gewoon wat zij willen leren, wat zij eruit willen halen. En dan gaan zij gewoon verder met hun leven. Maar als jij dan een heel ander beeld van jezelf moet schetsen, dan ga jij ook niet gewoon goed in je vel zitten of zo. Nee, en het is ook een ding waarbij op een gegeven moment, als je niet oppast, ga je
je rolmodelstatus naleven in plaats van je realiteit. Dus je gaat bepaalde flaws die je hebt, ga je niet showcasen. Dus dan ga je bijna jezelf voorliegen dat je iemand bent die je niet bent. Maar iedere dag word je geconfronteerd met de persoon die je wel echt bent. Dus de fouten die je werkelijk aan het maken bent. Ja. Weet je? Maar je gaat het uitstellen, omdat je weet van, damn, als mensen het nog steeds zien als dat rolmodel, dan kom ik veel verder. Dan gaan ze me uitnodigen. Dan word ik gevraagd voor dingen. Dan komen dingen op mijn pad. Weet je toch? Dus I gotta keep up appearances voor dat. Want mijn image bepaalt mijn inkomen. Terwijl ik heb zoiets van, nee man, je bent jong. You gotta do you. Misschien pas tegen je leeftijd van 35 heb je echt tijd om terug te kijken. En besef je wat voor dingen je werkelijk gedaan hebt. En kan je misschien echt in perspectief brengen wat je gedaan hebt. Yeah. At the moment, you're just living it. En dat is prima, daar is helemaal niks mis mee. Ik zag mezelf niet als rolmodel toen ik 24 was. Yeah. I was living it, weet toch? En I was going through it, want ik heb ook gewoon superveel geld verloren. Weet toch? Dus als iemand mij op dat moment gevolgd had, had hij me gevolgd. De ravijn, weet toch? Dus ik ben nu op een leeftijd dat ik kan zeggen van, yo, weet toch? Ik kan je guidance geven, omdat ik een bepaalde dingen al een keer eerder gedaan heb. Maar dan nog beweer ik niet dat ik alles weet. Het is ook maar een visie, weet toch? Maar ik ben bereid om het met je te delen. Yeah. Ik ben bereid om ook mijn misstappen met je te delen. Want ik heb ze een plek gegeven. Dus het is niet van mijn issue. Ik kan over alles praten wat ik verkeerd gedaan heb. Als dat jou helpt om een beetje je keuzes wat beter af te wegen, bro, let's go. Maar dat had ik je niet gezegd toen ik 24 was. Ik hoorde. Ja. Oké. Dan heb ik eigenlijk nog een laatste vraag. En dat is, wat ziet u als de kracht van de community? De kracht van de community? Ja. Ik denk pushing the rock forward, weet toch? Ik denk dat gewoon de kracht van de community is hetzelfde als de kracht van een team. Ja. Weet toch? Je bent basketballer, nou geloof me, als je in je eentje tegen vijf staat, ga je het niet redden. Weet toch? Dus de team zorgt ervoor dat de bal aan de overkant komt. En dan is het misschien aan een bepaalde sterspeler die dan scoort. Maar het team zorgt ervoor dat de bal aan de overkant komt. De American Football Team zorgt ervoor dat je yards pakt. Weet toch? Dat mensen afgeschermd worden. En dat iemand door kan rennen. En een touchdown kan maken. Dus ik zie alles op die manier. Dus voor mijn community, de community vind ik een groot woord. Maar een community binnen de community, yes, kan ervoor zorgen dat doelen behaald worden. Als mensen snappen dat er een gezamenlijke missie is. Sterk. Goeie. Ja man, dat was wel vanaf mij. Man. Heb je nog een laatste tip of message dat je wilt delen met de kijkers of de luisteraars? Luisteraars? Ja. Gotta keep it moving. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. You gotta keep it moving. Toch? Het is, er is niks wat ik kan zeggen wat je gaat helpen om het beter te doen. You just gotta keep it moving. Je weet nooit waar je voor bedoeld bent hier op aarde. Dus blijf zoeken. Toch? Blijf hoopvol. En just keep on pushing. Sterk. Jullie horen het, mensen. Keep it moving. En ik zeg je eerlijk, hele wijze, leerzame episode. Dat is een goeie, man. En ik hoop dat de kijkers, luisteraars ook denken van, ja, maar ik heb hier heel veel uit gehaald. Als jullie vragen hebben of dingen willen weten, laat ons weten in de comments of stuur ons een DM. Dan kunnen we het verder checken voor jullie. We kunnen het gewoon verder voor jullie onderzoeken of jullie zelfs connecten met Angelo zelf. Als hij dat zelf wel wil. Ja man, it's all good. En dan kunnen we vanaf daar verder gaan. Anders wil jij nog wat delen. Ja man, like, deel, abonneer. Jullie kennen het wel. En let's go man. So, dat was de episode van vandaag. See you on the next one.